Welkom. U bent hier bij Meerbeek Caravans & Campers in Doetinchem. En mijn naam is Gerrit-Jan Meerbeek. Meerbeek heeft het leukste caravanbedrijf van Nederland en dat komt omdat wij alle topmerken onder één dak presenteren. Wij verkopen caravans van de topmerken Hobby, Fendt, LMC, Adria. Echt de top van de Europese caravanmarkt. Vandaag gaan wij u een heel bijzonder model presenteren. Een badkamercaravan. En in dit geval gaat het om de Hobby Excellent 495 BFB. Ik denk dat Mark, zeker van het exterieur, hele interessante details kan vertellen. Ik wil graag het woord geven naar Mark. Ja, dankjewel. Ja, mijn naam is Mark Meerbeek. Nou, dan beginnen we even bij die buitenkant van die caravan. Hier zien we de nieuwe achterkant van modeljaar 2022. Mooie geïntegreerde ledlichten, die zitten in de bumper gebouwd. Vergroomde handvaten die echt stevig vastpakken, lekker robuust. Zuilen die echt de caravan afwerken naar boven op een perfecte manier. Daar zit een leuke highlight van ons Limited Edition pakket, dat is die tunneluifel. Die krijg ik bij Meerbeek altijd bij. Daar gaan we daar nog iets meer over vertellen. Hobby Caravans 2022 zijn gebouwd op een BPW-chassis. BPW-chassis betekent altijd een goede kwaliteit chassis, wat stevig en robuust is en een perfecte wegligging heeft. Afgemonteerd met de zware steunenstandaard. En kom aan de zijkant van deze caravan, daar zitten we in dit gedeelte, zien we daar ook de badkamer, maar die gaan we dadelijk zien. Dus badkamer, toilet, douche, het is echt ongelooflijk. Hier zien we het bed eigenlijk zitten. Onder het bed is eigenlijk een heel groot serviceluik gemonteerd. Die zien we hier zitten. En als de camera heel even om de hoek kijkt, zit hier daar nog een mooi item van het Meerbeek Limited Edition pakket. De lithium accu. Want de lithium accu en de mover krijg je bij ons ook altijd bij. Zitten standaard dus gewoon bij. Aan deze kant zien we dus een mooie velg met een wielblad afgedekt. De volautomaat mover, dat is de 505 FL. En hier heb ik de nieuwe deur van Hobby. Hobby heeft een mooie deur ontworpen. Een deur uit één deel met een raam erin, goed veiligheidsslot en aan de binnenkant heel veel bergruimte. Hier heb je dus kastjes in zitten, kijk op een detail, heel erg mooi afgewerkt. Prullenbak erin, dus ook als je in de caravan aan het werk bent is het ideaal. Veiligheidsslot zoals ik net al aangaf, verduistering in de deur, dat je dus makkelijk kunt verduisteren wanneer je het donker wilt hebben en slapen gaat. En de deur is breed, hij heeft een mooie brede instap. En is hij aan de binnenkant nog afgemonteerd met een aluminium drempel, dus ook echt voor een lange levensduur. En een mooie hotdeur zit erin. Een plissé hotdeur. Dat je dus ook het ongedierte zomers als het warm is, al makkelijke dingen buiten houden. Kijken we naar die zijplaten, zien we dus ook de nieuwe beleiding wat erop zit. De nieuwe bestikkering die hier aangegeven. Hier geven ze met mooie zilveren letters aan Excellent serie. Excellent betekent bijzonder mooi interieur. Maar dan gaan we daar ook aan de binnenkant even kijken. Excellent betekent ook eigenlijk van alle opties voorzien. Vaste watertank ingebouwd, van zo'n 35 liter. Die je met een display mooi kunt zien. Hier een aansluiting voor je stroomvoorziening. En gelijk je telefoonvoorbereiding. En kijk hoe mooi zo'n klepje open blijft staan. Dus wanneer je de stroom erin zet, blijft het open staan. Super functioneel. Wat ik ook nog opvallend vind als je naar caravans kijkt, dat is het afwerkingsniveau. Dat staat bij Hobby op een ongekende hoogte. Maar als we hier dus langs die tintlijst kijken, zien we dat die tintlijst eigenlijk zo gemonteerd is dat er ook geen kitresten er tussendoor komen. Dus op een perfecte manier afgewerkt. Heel mooi bestekken erop. Dan komen we bij de voorkant. Als we naar de voorkant van die caravan kijken, zien we dat die in feite super aerodynamisch is. Dat zit dus in die ronde vorm wat erin zit. Dit model heeft, omdat hij de zit aan de voorkant heeft, een heel groot voorraam, waardoor je dus heel veel lichtval hebt. Dus dat geeft veel licht en een prettige woonsfeer van binnen. We zien ook weer die oplopende zuilen, afgewerkt in het grijs metaliek. Weer die vergroomde stevige handvaten. Hier zien we die geïntegreerde disselbak, die kan ik openen. En die gaat een liftsgeminus en die gaat los. De rechtstandig omhoog. Hier zien we heel veel bergruimte in zitten. We zien daar standaard de afvalwatertank die erbij is. De keggen zitten in het plafond van de disselbak gemonteerd. De slinger is mooi gemonteerd. Opstapje krijg je erbij. Gasregelaar en gaslang standaard gemonteerd uiteraard. Het hele kwalitatief goede chassis is dus afgedekt met een mooie disafdekking. Geïntegreerde kogeldrukmeter zit erin. En voor 2022, wat nieuw is, Knot heeft een nieuwe stabilisator ontwikkeld. Dit is een stabilisator die is nog makkelijker te gebruiken. Als ik hem zo doe, kan ik hem eigenlijk aankoppelen aan de auto. En ik hoef eigenlijk maar één hindering te doen. Hand van omhoog. De koppeling gaat erin. En hij valt automatisch op deze manier uit het dicht. Dat hij dus gelijk gesloten is. Standaard hebben we hier ook hele goede koppelingssloten voor. Die hebben we gewoon in ons magazijn uiteraard. En het voordeel van die stabilisators is dus voorzien van remsegmenten. Waardoor die caravan gewoon een perfecte weglegging heeft. Dat is eigenlijk aan de voorkant het neusje van de zalm. Nu gaan we even naar binnen, dan gaan we kijken naar het interieur. En dan heeft Gerrit-Jan volgens mij al voor zich erin gezeten en wat indruk op gedaan.
Geniaal. Wil je eerst even wat vertellen van het interieur? Het is altijd prettig om in deze kerk te zitten door de kleurstelling. Je kunt het zien. Je moet weten, Hobby is wereldkampioen kastenbouw. Het is makkelijk te zien aan alle detaillering van die kast. Ik kan u daar een mooi verhaal over vertellen. Ik denk dat u dat ook wel interesseert. Want die montage is eigenlijk heel uniek. En dat is hier te zien. Deze aluminium strip, zeg maar, past Hobby toe om de schroefjes momentvast in te kunnen draaien. En dat dus ook tijdens transport die kastjes allemaal kaarsrecht blijven. Je ziet ook de hele populaire soft close functie. Dus geluidloos valt alles dicht. Nieuw is de bekleding Stilo. En dit model blinkt natuurlijk uit door een hele grote tafel. Een vensterbank, een heel groot voorraam. En dan aan deze zijde de populaire lades. Die lades zijn groot, royaal, hebben veel draagkracht. Ook allemaal soft close. Met dan hiernaast de hele luxe keuken. De keuken heeft natuurlijk een driepitsgas. En aan deze zijde vinden we het Franse bed. Bijzonder van deze caravan is natuurlijk de badkamer. En de badkamer zit achter deze deur. Aan die zijde zit het toilet. Royaal toilet. Een wasbak. En hier om het hoekje zit de royale douchecabine. Je hebt hier natuurlijk meer water voor nodig. Hobby houdt daar ook rekening mee. Daarom bouwt Hobby in deze caravan een grotere boiler in. Het bedienpaneel zit hier onder andere om het hoekje. Daar kan het bediend worden. Maar de bankkast, daar links, daaronder vindt u de combiketel. Waar dus die grote boiler door Hobby ingebouwd is. Ik zal hem even ietsjes omhoog doen, kunnen jullie zien. Hier zit hij. Dit is die combiketel. Heeft ook een eigen vorstventiel, dus kan nooit bevriezen. En zorgt voor 10 liter water, altijd voor die douchecabine. Maar nog een leuk detail, toen wij nog op die introductiedag waren van Puma. Dat is inderdaad, tegenwoordig heb je ook een stukje duurzaamheid. Dus kachels en boilers werken natuurlijk in de regel altijd op gas, zeg maar. Maar het voordeel van deze nieuwe combiketels is, die kunnen ook op stroom liggen, Jan. Die kunnen elektrisch verwarmd worden, hè? Mooi, hè? En dus duurzaam, ja. En dat zit hier dus gewoon standaard in. Dus gas en stroom, beide manieren. Ja, dat wil ik even toevoegen, graag. Koelkast niet vergeten. Doe maar open, dan kun je zien hoe groot dat die is. De grote koelkast tegenover de keuken, heel praktisch. Wauw. Ja, dit is dus een badkamer, eigenlijk in het compacte formaat, want de totale lengte is maar iets meer dan 7 meter. En heeft eigenlijk al het comfort compleet ter beschikking. U moet weten, Hobby bouwt dus al inclusief, maar Meerbeek gaat een stap verder. Dat heet Meerbeek Limited Edition. Ik denk dat Mark daar veel meer nog over kan vertellen. De Meerbeek Limited Edition aanbieding, wat nog completer is, is Hobby al inclusief. Ja, dat doen we. Dat betekent dus meer dan 2 mil korting. Maar nog even één dingetje van de binnenkant. Wie is het nieuwe controlepaneel van Hobby? Hobby is Hobby Connect vanaf 2022 standaard. Bij andere merken moet je daarvoor bijbetalen. Hier is gewoon standaard. Dus je kunt een appje downloaden op je telefoon. Met die app kun je koppelen aan de caravan. Gewoon de Hobby Connect app, zeg maar. En dan kun je ook onder andere het verwarmingsapparaat. Maar ook de verlichting die erin zit. Die is gewoon dimbaar. Dus heel makkelijk schakelbaar. Maar ook het niveau van bijvoorbeeld de watertank. Dan kun je zien of er nog water toegevoegd kan worden. Ideaal om dat te zien. De boiler kun je nog schakelen hierop. Dus daar is echt heel goed over nagedacht. Loop even naar die prijs. Dus bij het Meerbeek Limited Edition model mag je er dus vanuit gaan dat hij echt helemaal vakantieklaar en compleet is. Dat betekent een lange tunnelluifel gemonteerd met een Hobby adapter set. Met die Hobby adapter set betekent dat hij op het dak gemonteerd is, op de dakspoiler. Waardoor het tintenrail volledig vrij blijft, elke nog makkelijk een voortin kunt toepassen. Standaard voorzien van die volautomaat move. Dat is de Enduro 505 FL. Dat is een move die zijn hoog onder de chassis gemonteerd. Het is een hele krachtige move. Volautomaat betekent automatisch op de band. En 55 FL, FL betekent Finding Level, waterpassysteem. Leggen we heel graag bij ons in de showroom uit. Dan wordt kamperen pas echt comfortabel. Uiteraard afgemonteerd met zo'n lithium accu, onderhoudsvrij. Dat E-patroon voor het verwarmingsapparaat. En deze heeft extra laadvermogen. Kijk, standaard, deze caravan weegt 1200 kilo. Standaard heb je een as van 1500. Maar deze heeft een upgrade naar zelfs 1750. Waardoor je dus een laadvermogen krijgt van 550 kilo. Dus dan kun je ook voor langere trips echt alles meenemen. Nou, dit model kost dus inclusief al die opties bij Hobby 36.099 euro. Wij van Meerbeek kunnen inderdaad dus met meer dan 2.000 euro korting aanbieden. Om precies te zijn 2104 euro. Dus dan rij je bij Meerbeek weg voor 33.995 euro. Met een van de allermooiste badkamercaravans in een compacte maat. Totale opbouw 7,13 meter. Dus ja, zijn jullie geïnteresseerd? Wij lichten jullie graag voor bij ons in de showroom. Bij ons prachtige bedrijf waar al meer dan 40 jaar bestaat aan de Nijverrechtsweg. Dus wil je meer informatie, kijk even op onze website www.meerbeek.nl. En als ik zeg, tot ziens in Doetinchem. Dan nog één detail van mijn kant. Wij verkopen al wel 30 jaar hobbycaravans. Maar altijd die Excellent-serie.
Ja. Een hele belangrijke serie altijd geweest. En dan zit dit er ook in, hè. Dat was 10 jaar geleden ook al zo, 20 jaar geleden ook. Een buitenstopcontract. Gewoon standaard. Met antenne aansluitingen. Dat is één van een kleine finesse, wat een excellent al decennia lang standaard heeft. Heel, heel mooi dat je alles zo compleet krijgt. Dat wou ik nog even zeggen. En als laatste, kamperen doen we samen. Kom naar onze showroom. Wij kunnen deze topcaravans gewoon verkopen. Tot ziens!